Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van Kerk in Zicht. Vanavond praten we met onze studiogasten over werken tijdens de feestdagen. Wim Nieuwenhuis, u bent agent, u was agent van de gemeente Hellendoorn en nu werkzaam in Holten. Wanneer moet je werken, Wim? Ik heb dit jaar het voorrecht om met kerstvrij te zijn en met oud en nieuw werk ik. En Laura Stavast, zij is verpleegkundige in het ziekenhuis. Welk ziekenhuis? Ik werk in het ZGT in Almelo. En op welke afdeling? Op de longafdeling. En wanneer moet je werken? Ik werk ook met oud en nieuw. Oké. Okay. Annette, en welke onderwerpen hebben we vandaag nog meer? Ja, we sluiten natuurlijk af weer met een column van Willem van Noesel. Roland liep weer verder op het rechte pad. Wij kijken mee tijdens een kerklunch. En we waren bij het koor van de Vrije Evangelische Gemeente. En jij, Roy, jij hebt afscheid genomen? Ja, ik heb afscheid genomen van dominee Teunissen uit Dadelen. Hij kreeg een beroep van de hervormde kerk van Beekbergen. En hij heeft dit beroep dus ook aangenomen. Ik vroeg hem wat die 4,5 jaar Dadelen voor hem heeft betekend. Ik denk wat voor mij een van de belangrijkste dingen is, dat is in mijn persoonlijk leven is het natuurlijk mijn eerste gemeente als predikant. En het is dus ook een weg waarin ik mijn eerste voetstappen als predikant gezet heb en heel veel geleerd heb. Ja, er is vooral ontzettend veel waar je je weg in moet vinden, waar je jezelf in moet ontdekken van hoe doe ik dingen als predikant en zo. En dus heel veel geleerd. Ja. Dan op een gegeven moment komt er een beroep. Wat doet dat met je? Een beroep, dat maakt onrustig. Ja, onrustig. Je bent in een gemeente aan het werk. Je zit volop in het gemeentewerk. En ineens komt er dus vanuit een andere gemeente. Er komen mensen luisteren, daar begint het al mee. En dat had ik zelf nog niet eens in de gaten. Maar dan weten mensen uit de kerk dat te vertellen op het schoolplein, weet je wel. Van er waren onbekende mensen in de kerk. Nou, dan. Dan ga je denken van ja, nou die komen niet voor niets. Je weet ook dat er 4 jaar voorbij zijn. Dus het kan gebeuren dat er mensen komen luisteren voor een beroep. En dat krijgt voor lieverlee steeds meer vorm. En dan, ja, dan komt natuurlijk de vraag op van ja, wat zou het verder gaan? Zou het uitlopen op een beroep of niet? En wat is dan de weg van God daarin? Met mijn leven, voor de beroepende gemeente, voor de gemeente hier in Dadelen. En daar zoek je dan naar. Ja, dus dat geeft in eerste instantie onrust. In het kerkblad schreef je ook iets van dat je dat hebt gedeeld met je catechisanten. Hoe hebben die dat ervaren? Ja, dat is leuk dat je daarnaar vraagt. Ja, iemand op de catechisatie die vroeg daar gewoon naar. Van nou, wat ga je nou doen of zo, hè? En hoe hebben die dat ervaren? Ik heb bij hen wel ervaren dat ze wel graag wilden dat ik zou blijven. Tenminste, diegene die dat vroeg. Maar ik vind het sowieso mooi dat ze zo'n vraag stellen, want dan kun je daarop ingaan. Ik bedoel, dat is het zoeken naar Gods leiding in de praktijk van het leven van alle dag, waar zij ook mee te maken hebben. Dus ik zeg ook, jongens, ik krijg net zo min een briefje uit de hemel als jullie. Wel krijg ik, net als jullie, de belofte dat als wij in afhankelijkheid van de Heer onze weg zoeken, dat Hij ons dan ook daarin wil leiden door zijn Heilige Geest. Ja. En dat in deze concrete situatie, dat heb ik ook gezocht, ook met mijn vrouw natuurlijk. Van ja, Heer, maak ons uw weg bekend. En dat is een zaak van veel overwegingen. Dat is een zaak van gebed. Van, ook van de stilte, van overdenking voor Gods aangezicht. Zo heeft zich de weg naar Beekbergen voor ons geopend. Ja. De redactie en medewerkers van Kerk in Zicht wensen dominee Teunissen en zijn gezin een zegenrijke tijd in de hervormde gemeente van Beekbergen. Werken met oud en nieuw, is dat anders dan andere dagen? Ja, dat is anders, want het is een feestdag. Dus, dan moet je, dat is voor de patiënten anders. De sfeer in het ziekenhuis is anders.
Ja, wordt er iets speciaals gedaan op die dagen? Wordt er iets speciaals gedaan? Ja, er worden wel speciale dingen gedaan. Maar de mensen die nog in het ziekenhuis liggen met oud en nieuw, we proberen natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te ontslaan. Omdat ze, ja, het is natuurlijk het prettigste om thuis te zijn. Dus we gaan oudjaarsavond met een oliebol rond. Maar heel veel mensen zijn te ziek slapen al om 12 uur. Ja, dus dan moeten jullie met verpleging onderling maar een feestje van maken. Ook, we proberen ook daarin natuurlijk zo min mogelijk mensen te laten werken. Dus we hebben een minimale bezetting. We hebben een minimale bezetting, ja. Dat is anders dan bij jou, of niet, Wim? Want volgens mij hebben jullie de maximale bezetting met oud en nieuw. Nou, maximaal ook nog niet, maar we hebben er wel heel wat meer. Er moeten extra mensen op de been komen. Om toch te zorgen dat alles een beetje rustig verloopt. En hoe kijk je terug op de laatste jaren dat je oud en nieuw hier in de gemeente hebt gevierd, zeg maar? En dan wat betrekking heeft op je werk? Nou, ik vind het altijd wel een mooie, bijzondere dienst. Iedereen is eigenlijk wel vrolijk. Men zoekt elkaar allemaal op, geeft een boel gezamenlijkheid. Ja, het enige wat er dan soms tussenvalt is overmatig drankgebruik, CQ, vernielingen of verwondingen. En dat is natuurlijk minstens waar je mee te maken wilt hebben. Ja. En, Laura, jij zei al van we proberen zoveel mogelijk mensen te ontslaan. Maar kan dat ook betekenen dat mensen eventjes voor een paar dagen naar huis gaan en dan weer terugkomen? Ja, dat kan wel, maar daar hopen we op van niet natuurlijk. Nee, maar dat je zegt van, er is nu toch even geen... Ik neem aan op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag zijn er geen... Op Oudjaarsdag is gewoon normale werkdag. Oh. En dan wordt ook gewoon artsenvisite en dat soort dingen gelopen. Maar tegenwoordig is het in het ziekenhuis eigenlijk vol continu bedrijf. Dus ook Nieuwjaarsdag. Werden dezelfde service verleend als door de week. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja, dat zou ook jammer zijn als er dan helemaal niemand meer is. Ja. Kom je nog typische gevallen tegen die in één keer opgenomen moeten worden op dat soort dagen? Je hebt wel mensen bijvoorbeeld die wat eenzaam zijn met die dagen. Die toch eerder die ziek zijn en toch dan opgenomen worden. Dat was vroeger erger dan nu. Want tegenwoordig, voordat je opgenomen wordt, moet er echt wel heel wat gebeuren eigenlijk. Je moet echt wel doodziek zijn, wil je... Het niet thuis kunnen met medicatie. Maar soms heb je een stel. We hebben een keer bijvoorbeeld een stel gehad. Een man en een vrouw. Nou, die waren allebei ziek. Nou, die hebben oud en nieuw in het ziekenhuis doorgebracht. Ja. En verder heb je natuurlijk mensen die hun laatste oud en nieuw bijvoorbeeld in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Hè? Ja. Dat is het lastigste, denk ik, van deze feestdagen voor ons. Het is heel verschil met de politie. Ja. Terwijl ze vaak niet vrolijk. Nee. Welke typische dingen kom jij nou verder tegen dan zeg maar zo met de feestdagen? Het beroerd is, wij maken dan vaak de mindere dingen ook mee. Met oud en nieuw zit je met het vuurwerk. Wat toch wel is, vooral bij jongeren heel wat teweeg brengt. Vingers eraf en dat soort dingen. Maar... Je maakt ook wel uitbundig vrolijke mensen mee. En je ziet soms mensen dat je denkt van... Nou, volgens mij hebben die weer dit jaar alleen maar ruzie met elkaar gehad. En dan in één keer dan... ze vliegen elkaar nog niet om de hals, maar... Okay. Dus het verbroedert wel. Ja, vind ik wel, ja. Okay. En we horen... iedereen hoort natuurlijk van geweld tegen, ambtsdragers. Is dat in jouw geval ook... Ik moet zeggen dat het, en vooral de laatste jaren, hier heel erg meevalt. Praat ik over misschien wel 25 jaar terug, was het wel zo. Want toen was oud en nieuw hier één feest waar wij niet veel uit konden richten. De brandweer niet, daar werd het tegen gedaan. En dat is er nu eigenlijk niet meer bij. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar er komt ook wel dat alles ook een beetje gestructureerd is nu qua feesten die er zijn... met beveiliging en alles. Dus valt hartstikke mee. Okay. We praten zo verder. We gaan kijken naar een filmpje over het 75-jarig bestaan van de Vrije Evangelische Gemeentekoor. En wat kunnen wij verwachten van hun jubileumconcert? Gaat een concert worden voornamelijk met liederen gezongen door onszelf. Maar we hebben ook medewerking van Ilona Tokar. Deze dame komt uit Oekraïne. En het is een weeskind geweest. En die heeft het conservatorium doorgelopen. En nou is ze dus klaar en
in de Oekraïne een zeer bekend sopraan. Wat voor liederen staan er op het programma? Wij zijn een christelijk koor, dus het zijn, het zijn allemaal geestelijke liederen. Zodat we de boodschap uitdragen waar wij voor staan. In die 75 jaar hebben jullie veel beleefd. Wat zijn de hoogtepunten? Wij hebben een traditie binnen ons koor en wij zingen elke keer tweede kerstdag voor onze zieken en mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. En dat begint 's morgens om 6 uur al. Dus dat is vroeg opstaan op tweede kerstdag? Dat is heel vroeg opstaan, maar dat hebben we er allemaal voor over. Want het is werkelijk geweldig. Harry, jij weet nog een leuke anekdote van het kerstoptreden van het koor. Ja, ik ben er zelf niet bij geweest, maar voor jaren terug was het een keer zo dat we tweede kerstdag 's morgens vroeg zongen. En dat, dat we door de politie gesommeerd worden om ons stil te houden, omdat we geen vergunning hadden. Die hadden jullie niet. Maar jullie zijn wel doorgegaan met zingen, neem ik aan. Ja, ik had later wel gehoord. Het is allemaal wel in de minder gesust. Dus, maar dat is wel leuk. Hoeveel leden heeft het koor? 70 leden op het moment. Dat is een hele grote groep. Ja, het is al wel groter geweest, maar we zitten toch een klein beetje met de vergrijzing. En ja, daar kun je niks aan doen. Jonge aanwas, dat is gewoon heel moeilijk voor ieder koor om jonge aanwas erbij te krijgen. Welke optredens zijn er zo door het jaar? Nou, we hebben normaal ongeveer 60, 70 optredens per jaar. Daarbuiten hebben we onze Zangersdag. Dat is meestal in mei, juni. Mei is dat. En daar komen 7, 8 of 9 koren die komen bij elkaar en hebben gewoon een gezamenlijke dag waar we dus onze liederen zingen. En 's middags is het vaak een hoogtepunt. Dan wordt het één groot koor gevormd waar we dus ook van de voornaam voor repeteren. Daar staan we dus niet meer bij onszelf, maar dan staan we bij Bassen uit Hilversum of bij Tenoren zijn we uit Wemeldingen, noem maar op. En daar wordt het één groot massaal koor. En zijn er nog andere optredens? Ja, de Helpende Hand, dat is een organisatie binnen onze bond. Die verzorgt één keer per jaar verzorgt hij een week vakantie, ook voor mensen uit de gemeente. En daar gaan we s'avonds naartoe. En in de eerste helft van de avond zingen we gewoon ons repertoire, zeg maar. En de tweede avond, daar maken we er gewoon een gezellige avond van. Met liederen als In een Blauwe Geruite Kiel en wat alle andere mensen kennen. Dus zang en gezelligheid gaan samen in het koor? Ja, als je geen gezelligheid hebt, kun je niet zingen. Op zondagmorgen 17 november na de dienst werd er een lunch georganiseerd door Jolande Brummelhuis. Dit was in de regenboog. En hoe is zij op het idee gekomen om een lunch te organiseren? Wat was voor jou een reden om een lunch te organiseren na afloop van een kerkdienst? Omdat ik eigenlijk mijn gemeenteleden beter wilde leren kennen en ik moeite had om diepgang en verbinding te krijgen met de gemeenteleden enkel en alleen bij het koffiedrinken na de kerkdienst. Want eigenlijk merkte ik dat er wel een gedeelte van de gemeenteleden bleef koffiedrinken. Alleen dat vaak ook 2 bakjes koffie was en daarna gingen mensen weer hun eigen weg. En ik had eigenlijk wel behoefte om soms wat langer door te praten met mensen en mensen wat beter te leren kennen. En vandaar dat ik dacht van nou, laat ik een lunch organiseren. En hoe is dat aangeslagen? Nou, boven verwachting. Ik had gehoopt niet alleen te eten. Nou, dat is gelukt. En ik werd eigenlijk steeds door Wil Kaljouw, predikant, die de aanmeldingen bijhield, op de hoogte gehouden, zeg maar, hoeveel aanmeldingen er binnenkwamen. En uiteindelijk zijn dat er bijna 100 geworden. Hadden jullie ook een bepaald thema of een bepaalde manier hoe jullie die lunch in gingen kleden? Nou, ik had eigenlijk als doel dat ik met de gemeenteleden wilde praten over hoe doe je dat nou? Hoe word je nou onderdeel van de kerkgemeenschap? Hoe hoor je er eigenlijk bij? En in één keer kreeg ik bericht dat er bijna 100 mensen zouden komen. Nou, het lukt mij nooit om tijdens een lunch met 100 mensen persoonlijk te spreken. Dus wat ik heb gedaan is dat ik mensen heb gevraagd om hun antwoorden op de vraag van hoe doe je dat nou bij de kerkgemeenschap horen, op post-its te schrijven. En die post-its die hebben we verzameld. En daar ga ik in een latere kerkdienst op terugkomen. Dit alles is ontstaan door het feit dat jij dus enkele jaren geleden de kerk binnen bent gelopen. En merkte je dat je dan geen aansluis had met mensen? Of was het een kwestie van, je komt vreemd in de kerk, hoe krijg ik hier vat op? Nou,
Ik ben 8 jaar geleden in Nijverdal komen wonen, maar toen was ik net 21 en toen had ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel met de kerk. Ik heb zelfs de kerk laten weten van nou dat welkomstbloemetje, laat het maar wezen voor wat het is. En eigenlijk ben ik de afgelopen jaren kerkganger geweest, die kwam met Pasen en met Kerst. En de afgelopen maanden ben ik wel enthousiast geworden door de nieuwe initiatieven ook die de kerk aan het ontwikkelen is. En welke initiatieven bedoel je dan op? Nou, bijvoorbeeld de tekenbreekdiensten. Dat zijn diensten 1 keer in de maand en in de kelder van het centrum. Die wat losser van structuur zijn en die ook werken met Beamer en YouTube filmpjes. En daar werd ik enthousiast door. En toen ben ik eigenlijk ook weer naar de reguliere erediensten gegaan. En kwam ook een beetje de behoefte van ik zou wel de gemeenteleden willen leren kennen. Maar omdat ik niet meer echt nieuw was, vond ik het wel lastig om dan te ontdekken van nou, hoe ga ik dat aanpakken. En toen heb ik gedacht, nou, laat ik het maar gewoon vragen. Heb je nog verder nog plannen om iets te gaan ondernemen? Of zeg je van, dit moeten we dan eens een keer in zoveel tijd herhalen? Nou, wat ik leuk vind, ik heb de post-its met adviezen en tips van de gemeenteleden, die heb ik verzameld. En mijn bedoeling is om die te gaan uitwerken. Zaten daar leuke tips bij, die je al zo even in 1 oogopslag hebt kunnen lezen? Ja, nou wat ik erg leuk vond was dat er een van de jongere gemeenteleden zei van het zou zo leuk zijn als er wat meer ook soms gezongen wordt door gemeenteleden op het podium. En ze bood zichzelf daarbij aan, dus nou, dat is al een heel leuk initiatief om mee verder te gaan. Om te kijken of we dat kunnen realiseren. Wim, ik begin met jou. Was jij die agent die het koor sommeerde te stoppen met zingen? Nou, daar ben ik niet geweest, maar ik ben er wel eens bij geweest. Oké. Okay. Dus en hoe was je ervaring daarbij? Ja, ik vind het mooi. Ja? Ja. En wat vind je zo mooi aan? Nou, gewoon op zo'n morgen dat het gebeurt eigenlijk. Ik vind het nog vrij vroeg bij dag en dauw. Mm. Dus ja, dat heeft iets speciaals voor mij. Ja, nu werken jullie beiden niet met kerst, maar met oud en nieuw. Maar werken jullie überhaupt wel eens met kerst? Wij werken om het jaar. Vorig jaar heb ik met kerst gewerkt. Dit jaar werk ik met oud en nieuw. En jij, Laura? Het is wel lang geleden, maar ik heb ook wel eens met kerst gewerkt. Maar bij mij thuis hebben ze liever dat ik met oud en nieuw werk. En zo kan ik het regelen. Dus. Okay. Ja. En, maar voor jezelf, als je zelf mocht kiezen? Ja, kies ik ook voor oud en nieuw. Okay. Ja. En jij? Ja, ik ook wel voor oud en nieuw. Ja. Ja. En bij jou thuis, hoe gaat dat? Ja, ze weten natuurlijk dat het zo dat je moet werken, maar ja. Wat wordt er van gezegd? Nee, nou ja, mijn vrouw vindt ook liever dat ik met de kerst vrij ben. Maar ze weet ook dat het niet altijd kan. Dus, en dan probeer je er toch eromheen maar een beetje de leuke dingen te plannen. Ja. Ik weet van tevoren welke diensten of je hebt. Er zit ook wel wat vrijheid bij. Dus dan moet je dan die tijd maar nemen. Ja, want dat is denk ik niet zo dat je en zowel de eerste als de tweede kerstdag of zowel nou, oud kan, en nieuw? Of? Dat kan wel. Dat kan wel? Ja, ligt er ook net aan. Vorig jaar werd ik tweede kerstdag vrij, werd ik nog weer gebeld. Om 10 uur of ik om 3 uur wou beginnen. Okay. En net onderweg naar familie en dan eigenlijk moet je zeggen van, ik blijf een uurtje en ik ga weer terug. Ja. Ja. Kijk, dat kan ook gebeuren. Maar in principe werken we 1 of kerstavond en 2e kerstdag of 1 van de beide kerstdagen. Okay. Voor het personeel in het ziekenhuis, wordt daar nog wel eens wat speciaals voor georganiseerd? Tijdens de feestdagen? Ja, wij doen zelf, we maken altijd zelf een ontbijt. Dat doen we met elke feestdag. En dan gaan we eerst met elkaar eten voordat we aan het werk gaan. Oké, okay. Dus jullie zorgen wel dat er een beetje sfeer op de afdeling komt. Ja, precies. Ja. Oké, okay, hartstikke mooi. En is het, dat, eigenlijk wil ik dat nog wel weten, van is het nou met kerst en oud en nieuw, is dat specialer dan bijvoorbeeld een Pasen of Pinksteren, wat ook feestdagen zijn? Vind je dat specialer, Laura? Ja, ik vind dat wel specialer. Ik vind toch, het is een beladener voor de patiënten bij ons, denk ik. Ja, heel veel. Ze missen hun thuis. En het is toch een feest wat je eigenlijk thuis hoort te vieren. Ja. Dat is met oud en nieuw en met kerst. Ja. Met Pasen of met Pinksteren is dat anders. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie medewerking aan dit gesprek. En wij hopen dat jullie een goede werktijd hebben en in ieder geval een goede kerst met jullie families en jullie gezinnen. Roland die wandelde deze maand verder op het rechte pad. En deze keer deed hij dat met Freddy Nijentwillaar. Freddy is druk met het jongerenwerk binnen zijn kerkelijke gemeente. En dat is de PGN, de regenboog.
Freddy, jij bent voorzitter van het jeugdberaad. Wat was jouw motivatie om die rol op je te nemen? Nou, de motivatie is gewoon dat we gewoon zien dat in onze kerkelijke gemeenschap de contact met jongeren en zeker de betrekking met jongeren in de kerkdiensten gewoon sterk achteruit is gelopen. Mm-hmm. En dat we daar heel graag ons over in willen zetten om te zorgen dat je de betrokkenheid met de jongeren met name in de kerk, dat je daaraan werkt en aandacht aan geeft. Ja. Maar je wil de betrokkenheid van jongeren wil je weer versterken, maar heel veel van die jongeren zullen al niet eens meer in de kerk zijn. Dat klopt. De Oosterjeugd mis je. En eigenlijk de jeugd waar je momenteel nog veel terug ziet in de kerk. Dat zijn de jongere kinderen die meegaan met hun ouders, die in kinderneverdiensten betrokken zijn. En in het clubwerk nog wat er binnen de gemeente is. Ja. Maar goed, daar zul je mee moeten beginnen om te zorgen dat je die betrekt in de activiteiten die je in de toekomst doet. Maar wat doe je dan voor die jongeren die er niet meer zijn? Nou, uiteindelijk kom je dan ook bij de leeftijdsgroepen waar je activiteiten binnen de kerk, die ook het initiatief komt ook bij andere groepen vandaan binnen de gemeenschap. Dit zijn momenteel de take-and-break diensten die zondagsmorgens om 12 uur beginnen. Ja. Daar proberen we ook die jongeren bij te betrekken. En slaat dat aan? Dat slaat aan. Gelukkig is daar dit jaar mee begonnen. Overigens niet een activiteit die vanuit jeugdberaad ontplooid is, maar die gewoon spontaan is ontstaan. Ja. En daar zien we gewoon jongeren betrekken. Dat zijn groepen van 30, 40 personen die take-and-break-diensten bijwonen. Dat is één keer in de maand overigens. Ja. Freddy, hoe verklaar je dat jongeren zo massaal afgehaakt zijn bij de kerk? Ja, zoals ik het zie, denk ik dat dat in het verleden gekomen is. En dat is al een vrij lange periode aan de gang natuurlijk. Dat jongeren het gewoon saai vinden. Mm-hmm. Diensten ouderwets vinden. Eigenlijk niets meer aanspreekt. Een preek die te lang duurt, een dienst die te lang duurt. Het moet tegenwoordig, naar mijn inziens, gewoon wat korter en bondiger zijn. En meer de jongeren gewoon aanspreken. En ik denk dat daardoor jongeren in het verleden veel zijn afgehaakt. En ja, dan zie je teruggang van jongeren. En dan zie je ook dat op een gegeven moment, waar nog een paar jongeren in een kerkgemeenschap zitten, dat ook diegene die daar nog komt, zich niet meer betrokken voelt bij de oude grijze gemeente, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zeg je van je zou jongeren opnieuw aan moeten spreken op een manier die bij hen past. Ja, absoluut. En dat aanspreken van jongeren, als ze niet meer binnen de kerk zijn, waar ga je ze dan opzoeken? Uiteindelijk is dat het doel wat we heel graag willen bereiken met missionair werk. Maar ja, daar vind je je eigen jeugd van vroeger, of jongeren van vroeger, vind je daar ook al in die doelgroep. Ja. Om gewoon mensen of jeugd, jongeren buiten de kerkelijke muren, te bereiken. En dat is wat we op dit moment met missionair jongerenwerk doen. In een samenwerking van 6 kerken, in een missionair werk samen met Youth for Christ. Ja, die sportweek van afgelopen jaar. Onder andere, dat is al een succes. Daar zie je het succes nog met name eigenlijk bij de jeugd in de middagactiviteiten tot 12 jaar ook. Ja. Ook daarom moet je proberen in de avonduren met sport ook jongeren vanaf die leeftijd tot 20 jaar te bereiken. En dat werkt ook wel vruchten af, absoluut. Jij bent zelf ook vader van 2 jonge mensen. Ja. Wat zie je bij hun de rol van de kerk? Ja, uiteindelijk, zowel mijn dochter als mijn zoon, die zijn niet echt 100% meer bij kerkelijke activiteiten betrokken. Mm-hmm. Ik denk dat mijn dochter daar zeker nog wel wat aansluiting bij vindt. Af en toe is een kerkdienst meemaakt. Maar mijn zoon is daar niet echt meer meer bezig. En Freddy, wat is denk jij dan de belangrijkste reden dat ook jouw kinderen uiteindelijk toch aan het afhaken zijn? Nou, de belangrijkste reden vind ik dat ze de verbondenheid in de beleving in de diensten niet hebben gevonden. Doordat ze ook kerk leegloopt met jongeren en uiteindelijk ook zichzelf hebben zien zitten in een dienst waar alleen maar ouderen betrokken zijn en waar de diensten in principe saai ervaren zijn. Dus hun leeftijdsgenoten vinden ze dan ook niet meer in de kerk? Nee, niet veel. Nee, dat klopt. En zie jij dat nog veranderen? Nou, binnen de kerk op korte termijn denk ik niet. Juist de jongeren die nu nog in de kerk zijn, tot bepaalde leeftijden, daar kun je aan werken om die zodanig te betrekken dat ze ook in de toekomst blijven aanhaken. Ja. En het deel wat je al kwijt bent, daar kun je met het missionair jongerenwerk waar we het zo even over gehad hebben, kun je daar druk om maken om daar bij aan te haken in hun belevingswereld, op hun plekken. En wat is jouw oproep naar volwassen kerkleden, oudere kerkleden, vooral richting de jongeren? Ja, dat is moeilijk.
Uiteindelijk ben je met plannen bezig. Maar de aandacht voor elkaar. Als je een jongere hebt en je weet dat een jongere in een examentijd zit of verjaardag heeft, jarig is die week of die zondag. Ja. Spreek elkaar aan en heb interesse in elkaar. Gewoon in het kleine, in het gewoon de simpele dagelijkse dingen, interesse en betrokkenheid tonen. Dat is denk ik heel belangrijk en dat moet eigenlijk door de hele gemeente moet dat gebeuren en misschien meer of bewuster gebeuren. Dat er niet gebeurt zeg ik niet, maar het moet misschien meer en bewuster. En in dat contact met die jongeren, Freddy, wat is vooral wat je ze mee wil geven ook? Nou ja, wat we ze graag mee willen geven is dat je wilt gewoon aan heel veel jongeren geloven. Bewezen is dat 80% van de jongeren in een geloofsbeleving zit. En wat we ze graag mee willen geven is in je geloofsvraagstukken. Ga dat niet alleen doen of solistisch doen, maar ga in een groep in gesprek. Zoek anderen op om dat ook samen te beleven en samen te ondernemen. Ja. Onderling verbinding. Dat is belangrijk, verbinding. Ja. Dat is het woord waar de kerk ook verder mee zal komen. Absoluut. Het is zelfs het thema die de protestantse gemeente Nijver al heeft gekozen voor dit jaar. Verbinden. Verbinden. Met hart en liefde. Prachtig. Ja. Mooi. Heel veel succes. Dankjewel. De komende maand staan de kerkdeuren en de gemeentedeuren van de diverse kerken en gemeentes weer wagenwijd open voor uw bezoek. U bent van harte welkom in de diverse diensten. U kunt ze vinden in de diverse kerkbladen of de diverse kranten. Mocht u niet naar de kerk willen, kunt u altijd natuurlijk wel naar de Volkskerstzang. En die wordt gehouden in zondagavond 15 december in het Ravijn. U bent daar van harte welkom om deze viering bij te wonen. Maar de Volkskerstzangcommissie heeft nog een klein probleempje. Ze zoeken nog mannen en vrouwen die mee willen helpen om ervoor te zorgen dat deze zaal weer wordt opgebouwd en na afloop weer wordt afgebroken. U kunt zich melden bij de diverse leden van de commissie of eventueel bij mijzelf. Dan, op 30 december wordt er door Mineke Broekmaten weer een herdenkingsbijeenkomst gehouden op de Algemene Begraafplaats. Wilt u dat de naam van uw dierbare genoemd wordt tijdens deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Mineke Broekmaten. Annette. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerkinzicht. Wij zien u graag terug op maandag 6 januari. Wij sluiten af met een column van Willem van Noesel. En wij wensen u goede feestdagen. Tot ziens, dat was in die camera. Het is niet mijn bedoeling u van streek te maken. Vooral niet in deze laatste maand van het jaar. In deze feestmaand. Maar stel u eens voor dat deze decembermaand niet alleen de laatste maand van het jaar is, maar ook de laatste maand van uw leven. Wat zal u in deze laatste maand dan nog willen doen? Ja, begrijp me goed. Ik hoop dat u nog heel wat jaartjes met te gaan hebt. Maar er zal zo wat kunnen gebeuren. Hoeveel mensen zijn er niet die nou een onderzoek in het ziekenhuis een heel slecht bericht hebben gekregen? Of de ongelukken die er gebeurt, in huis of in het verkeer. De kranten staat er vol van. Dus stek een kop niet in het zand. Zeg niet over wat ik in deze laatste maand van mijn leven zal doen, daar hoef ik niet over na te denken. Ik heb mijn programma hartstikke vol. En ik heb nog tijd zat. Als je zo leeft, dan leef je niet, maar dan weet je leeft. Uw agenda, uw gezin, uw maatschappelijke positie, uw dagelijkse doen en laten, die bepaalt uw leven. Maar wat het is, niet is tijd om na te denken aan welke dingen je in uw leven niet bent toegekomen. Of waar je te weinig aandacht aan hebben schonken. Bijvoorbeeld die prachtige buitenlandse reizen die je zo lang van plan waren te maken. Of dat familiediner. Of dat concert van uw lievelingszanger waar je zo graag heen won. Of een internationale voetbalwedstrijd en ga zo maar door. Of bent er misschien zaken waarin je tekort binnenschutten. Bijvoorbeeld uw relatie met uw partner. De onvrede over uw eigen doen en laten. Of de verkeerde keuzes die je in uw leven gemaakt hebt. Misschien heb je nog wel iets goed te maken.
iets goed te maken met een familielid, met een ex, met een buurman of met dat akelige mensen waar je al zo lang uit de weg gaat. Gelukkig bent elke dag u de mogelijkheid een wending aan uw leven te geven, met uzelf of met de ander in het reine te komen. Je kunt elke dag schoon schip maken. Het kan nog. Ook in deze laatste maand. Leef nu.